The Awakening, zoals jullie weten, dat is 13 februari. Ik wil graag een vers met jullie delen waarop The Awakening is gebaseerd. Psalm 22, vers 4. Nochtans zijt gij de heilige die troont op de lofzangen Israëls. Dus wat doen we met The Awakening? Dan zijn we van 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds bezig in de gemeente met lofzang, aanbidding. Verschillende muziekteams komen hier van allerlei plaatsen. En samen gaan wij hier eigenlijk continu 12 uur lang in aanbidding. Dus dat is echt een geweldige ervaring. Dus daarvoor zijn jullie uitgenodigd. Dus 13 februari. De gezamenlijke lunch. We hebben 28 maart, dat is de tweede paasdag, een gezamenlijke lunch. En dan gaan we als het goed is naar Duitsland, naar een restaurant. Daar kan je voor €7,50 per persoon van 12 uur tot 3 uur onbeperkt lunchen. En dat willen we dan met de gemeente gaan doen. Dus dat is helemaal niet zo prijzig. En we willen dan echt als een grote groep gaan. Bij de informatiebalie bij Tante Siska ligt een formulier. Daar kunt u uzelf en uw gezin of partner of gemeenteleden, familie voor inschrijven. Zodat we dan ook kunnen kijken voor hoeveel mensen we moeten reserveren. En als u geen vervoer heeft of u dan met iemand kan meerijden. Dan regelen we dat zo dat we echt als gemeente kunnen gaan lunchen. Dat is dus tweede paasdag. Dan nog heel leuk nieuws. Een doopdienst. In februari zullen wij een doopdienst hebben. En een vooruitgang, echt een zegen. Wij kunnen dat in ons eigen gebouw gaan doen. Dan hebben we een eigen doopbad. En dan zullen we daar echt de hele dienst hebben in ons nieuw gebouw. Dat zal dus in februari zijn. Mensen die nog niet gedoopt zijn, kunnen zich dus hiervoor opgeven. Ook via een formulier gaat dat, bij de informatiebalie. En dan zult u vanzelf zien met Hermanoes dat er dooponderricht wordt aangekondigd. En dat zijn dus lessen die worden gegeven. Daarin wordt uitgelegd wat precies de betekenis van dopen is. Wat het inhoudt, wat voor verandering het brengt in je leven. Ook voor mensen die twijfelen of die gewoon een opfrisser willen. Dooponderricht wordt dus nog aangekondigd. En als u zich dus wilt laten dopen of u kent iemand die niet is gedoopt. Zeg even, hey, we hebben een doopdienst. Kan dus ingeschreven worden bij de informatiebalie. Alpha-cursus. Pastor Diels wil trainingen geven aan mensen, jong en oud. Iedereen die zich daarvoor interesseert om les te geven binnen de Alpha-cursus. Dus dat is de Alpha-cursus, een training, kennen jullie vast wel. Is ook echt de basis van eigenlijk het geloof. Waar geloven we nou in? Hoe zit het nou precies? God de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. En daar wil Pastor Diels dus ons voor trainen om les te kunnen gaan geven. Dus als u dat wilt, getraind te worden door onze pastor, dan kunt u zich melden bij mij en dan gaan we dat zo regelen. Dan de Hermon Kringloop, die gaan we ook krijgen. Dus we krijgen een kringloopwinkel. En vanaf volgende week kunt u uw spullen gaan brengen en dat mag hier geplaatst worden in de kerkzaal. Dan zullen we al die spullen verzamelen en uiteindelijk komt dat dus in onze kringloopwinkel. Dus in de kerkzaal van Jerolaan 12. Ook worden er vrijwilligers gezocht die part-time willen werken in de kringloopwinkel. Nu hebben we al een aantal mensen, maar we zoeken nog meer mensen die dus eigenlijk hier part-time aan de slag willen gaan in de kringloopwinkel. Er komen dus mensen kopen als verkoop, dingen inrichten, ophalen. Als u dat wilt of u wilt gewoon meer informatie daarover, dan kunt u bij mij terecht ook. Dan zal ik u daar meer informatie over geven. Nog twee punten. Hermon Verhuur. Sinds, even kijken, per 1 januari 2016 zijn er nieuwe prijzen vastgesteld. Dus let even op, want er is altijd al een verschil geweest tussen leden en niet-leden die komen huren bij ons. Hè? En we hebben nu ook een nieuw gebouw, dus als u bijvoorbeeld een feestje wil geven, maar het is maar voor 50 personen, dan hebben we nu ook een nieuw gebouw waar u terecht kunt in een kamer. Dus er zijn nieuwe prijzen vastgesteld en degene die daar alles over weet is zuster Leni Kelfkens. Daar kunt u dus voor meer informatie bij haar terecht. Dan had Pastor Diels volgens mij ook al verteld. Maar voor de zekerheid, op 6 februari vieren pastor en pastora hun 25-jarig huwelijk. Bent u bij deze voor uitgenodigd, maar er komt nog meer informatie. Maar schrijf het alvast in uw agenda. Dan willen wij dus dat huwelijk gaan vieren, 25 jaar jubileum. En ook de opening van ons nieuwe gebouw. En als laatste dienst.